zo clean is die sweep nou niet meer natuurlijk, maar tegen Den Bosch. Nee. Wanneer dacht je in deze wedstrijd, ja, we hebben het echt in de pocket? Ik weet niet meer precies welk moment dat was, maar de tweede helft toen we op een gegeven moment, ik weet niet hoeveel, 20 punten ongeveer voor stonden, dacht ik wel van, die geven we niet meer uit handen. En wat betekent dit kampioenschap voor jou als aanvoerder? Ja, het is geweldig. Ik heb al een paar keer nu verteld, in de jeugd ben ik best wel vaak tweede geworden. Om nou een keertje eerste te worden, ja, ga je de hele seizoen, werk je daar naartoe en als dat werkelijk is, ja, dat is helemaal prachtig. En wat maakt dit team van ZZ Leiden eigenlijk gewoon het beste team van Nederland? Ik denk dat we elkaar de bal hebben gegund en voor elkaar wilden werken. En we hebben gewoon individueel zulke goede spelers. De mannen die starten, de guys die vanaf de bank komen. Zelfs al de jonge gasten, iedereen heeft een bijdrage gehad dit seizoen. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. En dat is gebeurd dit jaar. Zien we je volgend jaar terug hier in de 5 mei al? Ik heb nog een contract volgend jaar, dus ik ga uit van wel. Of Leiden moet het ontbinden, maar daar ga ik niet van uit. En missen jullie het publiek bij dit soort wedstrijden? Ik moet zeggen dat er vandaan nog best wel mensen zaten. Maar normaal gesproken, ja, het hele seizoen... Ja, is natuurlijk als sporter wil je gewoon voor mensen spelen. Voor een volle 5 mei al, dat is prachtig. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel aan gewend geraakt. Voor een lege zaal spelen, maar ik speel veel liever met mensen. Dus volgend jaar hoop ik dat iedereen weer massaal naar de 5 mei al komt. En dan gaan we weer wat moois... Mooi seizoen van maken. Ja, dan moet de titel geprolongeerd worden. Zo, dat zou helemaal een feest zijn. Dat zien we dan weer. Gefeliciteerd. Dankjewel.